De profeet werd achtervolgd. De profeet werd geslagen. De profeet werd gepest. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij op straat liep, stuurde Beni Quraysh altijd mensen naar de kinderen naar hem toe om tegen hem te roepen: hij is gek, en ze achtervolgden hem, klappend en aan de profeet aan het uitlachen. Dit is wat de profeet meemaakte. De profeet maakte mee dat wanneer hij liep op straat, dat er vuilnis op hem werd gegooid. De profeet maakte mee dat hij met stenen werd bekogeld. De profeet maakte mee dat hij naar de Kaaba ging om te bidden. Hij was aan het bidden en deed de sujud. En een groep volwassen mensen, die wilden de profeet pesten. En ze zeiden tegen iemand: ga op zijn rug staan. En deze persoon ging en stond op de rug van de profeet terwijl hij in sujud was. Wat deed de profeet sallallahu alaihi wasallam? Hij bleef sujud doen totdat diegene er van zijn rug af. Toen hij opkwam, deed hij een dua. O Allah, neem mijn haq van deze mensen. Dat is het enige wat hij deed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, de hele beweging waarmee hij was, waarmee hij de islam groter maakte, was een beweging van sabr, geduld. Op mentaal niveau heeft de profeet ook uitdagingen. In de 8e of de 10e jaar na de Ba'tha, 3 jaar voor zijn hijra, wie overleed? Wie overleed? Abu Talib overleed. De oom die hem beschermde tijdens de risale van de profeet sallallahu alaihi wa sallam.